Hallo en welkom bij Haaksbergen in beeld, het programma met het grote en kleine nieuws uit Haaksbergen en omgeving. Wat een geweldige eerste editie van Muziek bij de Buren in Haaksbergen. Om 12 uur was de opening in het Cultuurhuis met Rebecca. Daarna begon het Huiskamerfestival, waarvoor tientallen Haaksbergenaren hun deuren hadden geopend. Wij wilden overal wel een kijkje nemen, maar dat was natuurlijk onmogelijk. In deze compilatie zie je alles behalve Rebecca. Joost Zwart, Cindy Lansink met de band Soelkie, de 11-jarige Eefje de Geus, de 13-jarige Lotte Timpers en de band Cooling Crystals. Kayuku verzorgde het slotakkoord waarvoor velen weer terugkwamen naar de kappen. Uitgenodigd door hartelijke Haaksbergenaren die letterlijk de deur voor een ander openzetten. Well, I'm stronger than I've ever been. That's what I got to believe. That I'm stronger than I've ever been. Do you know what you do? Kom ik zelf uit Amersfoort, maar mijn opa en oma wonen in Haaksbergen. Vandaag ga ik vooral denk ik pop en country een beetje zingen. Een paar liedjes van The Voice Kids. En ik begeleid mezelf met 1 of 2 liedjes op gitaar. En nou ja, ik heb eigenlijk nog nooit eerder met gitaar opgetreden. Alleen dit is, ja, ik dacht eigenlijk eens moet de eerste keer zijn, dus ik ga het gewoon proberen. Voor alle dagen die mooi moesten zijn. En de momenten dat ik mijn ogen sloot. Je denkt dat jij mijn hart gebroken nog te laat. Het zal je verbazen, maar het blijft me bespaard. Ik schrijf voor jou mijn laatste lied. Van wat je zegt, wat je denkt, wat je doet, het raakt me niet. Nee, als je denkt dat jij me nog verdient. Hou van jezelf en laat je niet meer zien. Hou van jezelf en laat je niet meer zien. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. And I'm done sitting home without you. So now I'm going out without you. I'm gonna tear the city down without you. I'm going money in blood without what you want. Baby, I'm tired. What you need. And I'm tired. All I'm asking is for the respect we got home. Baby, when you come home. Just leave me. Miss Lyon. Just leave me. I'm riding in your car. You turned on. Ik ben geboren aan de Boerenmaat, 49. Daar begon ik toen ik 7 was, 8 was, met piano spelen. Mijn ouders die, hadden toen nog niet door wat ze zich op de hals haalden. ik kreeg op mijn 6e begon ik piano te spelen, want toen speelde mijn broer al piano, maar die ging dan spelen. En dan was de eierwekker afgelopen en dan liep hij weg en dan wilde hij eigenlijk niet spelen. En dan nam ik het over van hem. En, eigenlijk de eerste, dat waren mijn eerste noten die ik speelde. En op mijn 8e kreeg ik pianoles. Autumn Leaves, daar begin je mee als je jazz gaat spelen. Ik denk dat ik 14 was.
Ik zou zeggen, laten we maar gewoon even gaan luisteren. Tijdens Muziek bij de Buren zingt Merle Jolijn een zelfgeschreven nummer, Fireworks. Ze vertelde zelf hoe ze tot dit nummer is gekomen. Het volgende liedje dat heb ik geschreven, ik denk voor een jaar geleden ongeveer. En een heel goede vriend van mij, die heeft mij geprobeerd een akkoordenschema te leren op gitaar. 3 jaar geleden. En het was echt onmogelijk, ik kreeg het er niet in. En hij komt uit Canada en zo hier en daar op de wereld ontmoeten we elkaar. En ik denk 1,5, 2 jaar later, na de eerste keer dat hij mij geprobeerd heeft te leren, lukte het me. Dus ik was super gelukkig. Nog steeds niet vlekkeloos en foutloos. Maar meestal gaat het goed. De volgende set niet helemaal, maar ik ga er nu iets aan doen. Dus ik heb het akkoordschema van hem overnomen geleerd en er een liedje opgeschreven over hem. Toevallig een jongen waar ik smalfliet op ben. Fireworks. I play my mandolin. I looked at you with those eyes, and you straight knew what I was planning with you. The rest of our time, our time. You make me feel like fireworks, lightning storms, confetti bombs. When touch me, falling stars, hurricane, I go insane when you're with me. And it's a Thursday, it's been 1 month, I picked you up on the train station, it took so long, then you looked at me with those eyes, and I straight knew what you were planning.
you make me feel like fireworks, lightning storms, confetti bombs. When you touch me, falling stars, hurricanes, I go insane. When you're with me, and it's a Sunday, it's been 8 months. You pick me up in Leipzig, but it took so long. Can we look at each other with those eyes? And we both knew what we were going to do. The rest of our time. Our time. You make me feel like fireworks, lightning storms, confetti booms. When you touch me, falling stars, hurricanes, I go insane. When you're with me, you and me, Afgelopen dinsdag mochten wij kennis maken met de nieuwe trainer van VV Haaksbergen het eerste, Wietse Golbach. Hij vertelde ons dat hij heel veel zin heeft in het seizoen en hoopt er het beste van te maken. Zelf heeft Wietse ook bij het eerste gespeeld en dat niet alleen bij VV Haaksbergen. Hij heeft alle Haaksbergse voetbalverenigingen gezien van binnen. Wij wensen Wietse namens RTV Sternet veel succes en geluk het aankomende seizoen zelf. Met wie zit ik hier? Je zit hier met Wietse Golbach. Ik ben 35 jaar. Ik woon in Enschede en ik ben hoofdtrainer bij VV Haaksbergen. En VV Haaksbergen, wat train je? Wie train je daar? Ik train naar het eerste elftal. Vorig seizoen heb ik er nog zelf gekiept. En dit seizoen kwam Bert van Lossen. Dat zal onze nieuwe hoofdtrainer worden. En het begon heel goed. Alleen bij Bert op het werk is helaas iemand overleden. Waardoor hij niet meer elke zondag en donderdag bij ons op de voetbal kon zijn. En toen heeft de club gevraagd of ik het vertrek van Bert tijdelijk op wil vullen tot aan de winterstop. Om even te kijken voor beide kanten gewoon hoe bevalt dat. Nou, en eigenlijk is het zowel voor de groep als voor de club als voor mezelf erg goed bevallen. En gisteravond ben ik samen met de technische commissie en bestuur overeengekomen om in ieder geval ook de rest van het seizoen af te maken. En we gaan ook nog 23 maart om tafel om te kijken of misschien volgend seizoen er ook nog achteraan mag komen. Ik ben ook trainer geweest bij Bomboys in het verleden, bij de B1. Ik ben keeperstrainer geweest bij Bomboys en ik heb daar zelf ook jarenlang in het eerste mogen spelen. En ook bij HC heb ik er ook nog een jaartje gevoetbald. Dus ik heb eigenlijk alle clubs in Haaksbergen of binnen gezien. Klopt. En waarom toch VV Haaksbergen? Toch VV Haaksbergen, ja. Ik ben opgegroeid daar. Toch wel een groen-wit hart, ondanks dat die door de Bomboys ook wel redelijk rood gekleurd is. Mijn vader die zat vroeger ook al bij VV Haaksbergen, heeft mij ook bij VV Haaksbergen voetbal gestuurd. En dat was superleuk. Dat is een hele fijne, warme vereniging. En ik was eigenlijk gestopt met voetballen en toen kwam de vraag van goh, wil je misschien iets bij Haaksbergen doen? Michael Dikker was trainer, wil je misschien iets als teammanager doen? En toen het balletje rolde en toen begon toch een beetje te jeuken, dus toch nog 2 jaar gekiept bij Haaksbergen. En vorig jaar gezegd, ik stop nu echt, hè, 35 en ik vind het wel een keer mooi geweest. Ik heb ook nog naast mijn werk nog even andere leuke dingen. Dus ik vond het wel mooi geweest. Dus toen Bert wel loskwam en Tim Kamphuis, dus onze huidige eerste keeper, toen hij kwam, dacht ik, oh, dan kan ik met een gerust hart wel stoppen. Ja, wat ik van verwacht, ik verwacht vooral dat we dezelfde agressie op de mat leggen als wat we nu de laatste weken gedaan hebben. Ik ben een trainer die veel eist van zijn spelers. Dat wil zeggen dat ik, we voetballen in de vijfde klasse. Dat wil zeggen dat het niet allemaal de beste voetballers ter wereld zijn. Maar wat het minste wat je kan doen is inzet tonen. En ik ben een hele fanatieke trainer. Ik heb zelf de eer gehad om 2 keer onder Gerrit Bos te mogen spelen. Een keertje bij Neo in Borne en een keertje bij Bomboys. En ik heb nog nooit bij hem een training gehad waar het niet fanatiek ging. En dat kwam door zijn enthousiasme. Nou, dat is iets wat ik zelf van nature ook heb. Ik ben ook een echte enthousiaste persoon. En dus tijdens de training ben ik ook iemand die continu zorgt dat ik spelers scherper maak. En juist degene die goed zijn, die af en toe een prikkeltje nodig hebben, nou, daar kan ik wat extra aandacht aan geven. En ja, dat werkt eigenlijk hartstikke mooi. Ik vond het heel mooi om te merken dat de spelers eigenlijk vanuit zichzelf al aan mij vragen van
ga er maar bovenop zitten, ik heb dat ook nodig. Dus nou, dat is een hele mooie wisselwerking tussen de groep en mezelf. Heel graag een stabiele vierde klasse worden. Daar hebben we op dit moment nog een te smalle selectie voor, als je mij vraagt. En het hoogst haalbare op dit moment voor ons is denk ik de vijfde plaats. Dus als we een tweede seizoen zelf neerzetten zoals we eigenlijk nu de laatste drie wedstrijden gespeeld hebben, dan denk ik ook dat dat wel haalbaar is. Dus daar gaan we voor met z'n allen. Ik hoop vooral dat de jeugd die nu echt een beetje aandringt richting selectie. Haaksbergen heeft voor de eerste tijden vanaf de F tot de A bijna doorlopend jeugd. Zelfs een A1 en A2. En in de A1 zitten echt wel heel veel talenten. Waarvan ik denk dat die over een jaar of twee jaar of drie jaar misschien wel vaste basisspelers zijn voor het eerste elftal. Dat is natuurlijk heel erg mooi. En daarnaast, Haaksbergen heeft nu in het eerste elftal toch wel redelijk wat jongens lopen. Die of verleden bij Bommoos hebben of bij HC. Of soms misschien allebei. Nou, het zou ook leuk zijn als er weer één of twee jongens denken van... Ik zou het wel gaaf vinden om zondagmiddag te gaan voetballen. Dus die zijn uiteraard altijd van harte welkom. Zaterdag 8 december was het al eindelijk zover. De vernieuwde atletiekbaan van de AVH werd officieel in gebruik genomen. Velen waren naar de atletiekvereniging gekomen om dit te vieren. Na het ondertekenen van de officiële papieren door wethouder Arja ten Tijen, Marloes Klumpers, voorzitter van AVH, en Hans Slotman, secretaris van AVH, kon de baan in gebruik genomen worden. 5 jeugdleden mochten de eerste meters rennen, waarna de andere atleten aan de beurt kwamen. Maar we zijn nu eindelijk bij elkaar, 8 december. Volgens mij stond er ook al een opening gepland op 8 september, zag ik nog in mijn stukken staan. Maar we zijn er. Mensen, en dat vind ik hartstikke mooi, want we hebben hier een uniek project in handen. En het is niet aan mij te danken, maar het is inderdaad aan mijn voorgangster. De baan voldoet helemaal aan de eisen van de NOC-NSF en ook van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Dus we hebben echt een goud in handen hier voor de toekomst. Maar ook met gezamenlijke inspanningen is dit hele project tot stand gekomen. 3 jaar geleden is AVH naar de gemeente toegestapt. Goh, we moeten eens kijken naar de totale renovatie van de atletiekbaan. Nou, dat hele proces hebben jullie kunnen volgen hoe dat allemaal is gegaan. En hoe daar uiteindelijk tot het huurcontract en de beheerovereenkomst zijn gekomen. Even kijken, hoe is het? Huurovereenkomst. Heel wat blaadjes. De kleinste loop. Het is ook een van de uithangborden van de gemeente Haaksbergen. Ja, de 25e editie. En sinds 3 jaar doen wij de Kids Fun Run. En wat we leuk aan die Kids Fun Run vinden is dat wij de kinderen laten rennen om voor andere kinderen het sporten mogelijk te maken. Want wij hebben hier met z'n allen een prachtige baan. En heel veel mensen in de wereld die kunnen sporten. En dat is heel vanzelfsprekend. Maar het is ook wel mooi om na te denken over mensen voor die het niet vanzelfsprekend is. En daarom denk ik dat zeker voor een vereniging als AVH hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook inneemt. En ook aan minder vanzelfsprekende sporters een rol. En zeker voor de jeugd heel belangrijk. En daarom wil ik ook namens alle kinderen die hebben meegedaan een cheque overhandigen. Verzameld tijdens de afgelopen Kids Fun Run voor het Jeugdsportfonds. Ja, daarmee ook einde aan het hele officiële deel. Lyceum aan de Van Brakelstraat hield afgelopen week een kerstmarkt. De sfeer werd onder andere gemaakt door de DJ en laserverlichting.
De ABN AMRO is vertrokken uit Haaksbergen. Het kantoor aan de Salomon Frankenhuis Rotonde is daarom al een tijdje dicht. Klanten van de ABN AMRO in Haaksbergen moeten voor hun bankzaken naar de vestiging in Hengelo of Enschede. ABN AMRO was eigenaar van het pand, dat al een tijdje leeg stond. Via een veiling stond het markante gebouw aan de Frankenhuis Rotonde te koop. Leusink Retail uit Haaksbergen, bekend van de Jumbo naast de ABN AMRO, is de trotse nieuwe eigenaar geworden. Het markante gebouw van de ABN AMRO bij de Rotonde in Haaks in het centrum van Haaksbergen, nu eigenaar van Leusink. Wat ga je ermee doen? Ja, we hebben afgelopen week hebben we dit pand kunnen kopen van ABN. En nou ja, natuurlijk een groot pand op een belangrijke plek, zo voor bij de Rotonde. En ja, we hebben het nu in ons bezit. En we gaan nu de komende maanden gaan we kijken samen met de gemeente en MBS en de ABN zelf nog. Want die hebben de pinautomaat hier nog in zitten. Nou, hoe we dit pand in kunnen gaan vullen. Maar we zullen met name gaan kijken hoe wij naar de hele situatie van het parkeren kunnen gaan verbeteren. Waarom wilde je dit markante gebouw hebben? Het pand staat natuurlijk echt wel voor onze winkel. En het zicht op onze winkel is toch wat minder door dit grote pand. Op het moment dat je het kunt verwerven, dan kun je er ook wat over zeggen. En dat is gelukt. Is er een mogelijkheid van sloop? Die kans is er zeker. We weten nog niet precies hoe dat zit en dat moeten we ook overleggen met de gemeente. En ABN die de pinautomaten nog in heeft zitten, hoe we dat gaan doen. Maar sloop is zeker een van de dingen waar we ook over na gaan denken. We dachten niet direct van we gaan het te kopen en gaan het verhuren aan een nieuwe huurder? Nee. Op dit moment gewoon even rustig kijken. En het kan best zijn dat er nog wel een tijdelijke huurder in komt. Voor zover totdat we er een goede invulling voor hebben. Of totdat we zullen beginnen met slopen daarmee. Maar tot die tijd zullen we gewoon kijken wat we mee gaan doen. Ik kan me voorstellen, van het stond natuurlijk op je verlanglijstje om dit ooit in bemachtiging te hebben. Maar je hebt er vast wel ideeën over. Ja, nou, met name het parkeren is natuurlijk toch wel een probleem bij onze winkel aan het worden. De winkel is natuurlijk vorig jaar groot verbouwd. Daar hebben we met de gemeente een aantal stappen neergezet. Nou, dit was ook wel een van de stappen die daarin zat om te kijken van, ja, wat kunnen we nou met dat ABN-pand nog doen. En op het moment dat je dat verwerft, ja, dan kun je de nieuwe plannen ervoor gaan maken. Ja. Daar zijn we nu. Wanneer kunnen we die eerste ontwikkelingen zien hier? Hebben we werkelijk wel nog geen idee. Dat gaat gewoon heel blij dat we het hebben kunnen bemachtigen. En we gaan nu met alle partijen aan tafel. En ik vind ook de combinatie met MBS natuurlijk, onze goede buren die we hier hebben. Waar we daar samen een goede invulling mee moeten gaan vinden voor deze locatie. Waren er meer kopers voor dit pand? Het kopen van zo'n pand gaat allemaal via biedingen, via Amsterdam, via ABN AMRO in Amsterdam. Voor zover we hebben gehoord zijn er meerdere mensen aan het bieden geweest op het pand, maar gelukkig hebben wij het kunnen bemachtigen. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Weet u het nog? Een boeiende foto-expositie over het komen en gaan van winkels en winkelpanden. Het historisch centrum hield op zaterdag 15 en zondag 16 december open huis onder het gemeentehuis. Henk Krooshof is het weer gelukt een boeiende fototentoonstelling samen te stellen. Deze keer over historie van winkels in ons dorp. Bovendien is geprobeerd zoveel mogelijk wetenswaardigheden over de diverse panden te verzamelen en te achterhalen. Wim, jullie zijn hier bezig met een hele mooie expositie. Nou, deze expositie is eigenlijk een vervolg op de expositie die we vorig jaar hebben gehouden. Wat ontzettend succes is geweest over de cafés hier in Haaksbergen en Buurzen en de Hoeve. En in het voorjaar kwam Henk Krooshof, de samensteller van deze expositie. Die kwam naar me toe en zegt van, zullen we dus de ondernemers van Haaksbergen gaan fotograferen, zodat we kunnen kijken wat is er nog wat er vroeger was. En daar gaan we nu eens beelden van maken. Maar dus dusdanige beelden dat iedereen het nog kan herkennen. Henny, bij deze foto's zijn natuurlijk de mooiste verhalen te vertellen. We staan hier onder andere bij foto's van het pand van Frankenhuis. Dat waren vroeger twee panden? Ja, er waren zelfs meerdere panden vroeger. Als ik eventjes aanwees, dan kijk ik even naar deze foto. Ja, dit zijn in feite al drie panden. Het zijn al drie van Frankenhuis. Maar oorspronkelijk was dit zelfs één dubbel huis.
zeg maar. En dat was van twee broers, van Meijer Frankenhuis en van Sali Frankenhuis. Ja, de ouder had dat al vermaakt in twee porties. En je ziet in de bovenstaande foto ook dat de oorspronkelijk ook nog een andere vorm had, dit huis. Je ziet dat die gevels waren vroeger gelijk. Ze waren allebei wel verschillend van vorm, maar ze waren op hoogte gelijk. Maar dat pand waar nu later Kempers in zat en nu later Mullen, ja, dat is intussen eens een keer afgebrand. Ja. En de eigenaar van dat pand, dat was intussen alweer de volgende generatie, dat was Bram Frankenhuis, die heeft dat hersteld. Maar op een andere manier dan toen het er daar zo uitzag. Ja? En die Bram, dat was een zoon van Meijer Frankenhuis. En Meijer Frankenhuis en zijn broer Sali waren de eigenaar van dit dubbele pand. Die hadden een vader, die heette Jos. Dat is niet de Jos die wij nog in de gedachten hebben. Het is echt een oude heer Jos, die ooit 96 jaar geworden is, de oudste inwoner van Haagsbergen. En die is dus blijven wonen tot het eind van zijn leven in dat huisje wat ernaast staat. En dat is ook bij de brand, want ook deze lange woning waar hier vroeger stond, is afgebrand. En hebben ze dus die beide broers dit gebouwd. Die oude heer Jos is daarin blijven wonen. De beide zonen hebben dus allebei apart gebouwd. De ene zoon is naar Amsterdam vertrokken, die Sali. En de andere zoon, Meijer Frankenhuis, die vroegtijdig overleden. En toen heeft de weduwe, die heeft in feite deze bij de panden georven. Toen was dit al buiten gebruik, in die zin dat het toen altijd door Kempers gehuurd is. Dat was niet meer van Frankenhuis. En dit pand is dus later veranderd in dit situatie. Het is eigenlijk één pand geworden. Ik dacht altijd dat Jos de vader was van Max, maar dat is dus niet zo. Dat is wel zo, maar de grootvader van die Jos was ook een Jos. Yes. En die is begonnen in Haagsbergen met deze situatie. En dat was een hele handige man, die verkocht edelstaal, die verkocht, er was een slachter, hij maakte borstels van de haren die hij had. Hij had een manufacturenzaak, het was echt zo'n ondernemer die van alles kon en alles deed. En zijn zonen hebben dat deels overgenomen, de ene zoon, die Sali is in de meubels verder gegaan. En de andere zoon, Meijer, waar ik net over had, die ging in de manufacturen verder. Deze dagen van de tentoonstelling, dan zijn jullie met een aantal mensen steeds aanwezig. En dan kunnen jullie ook dit soort verhalen vertellen. Ja, ik denk dat iedereen die hier rondloopt wel iets kan vertellen over al die panden die er zijn. Ze hebben allemaal wel een redelijke kennis. Ik zeg altijd, als je wat weet van huis, kun je er wel een uur over praten, als je maar genoeg weet. Nou, iedereen heeft zo zijn eigen invalshoek bij het vertellen van een pand en zijn eigen ervaring daarbij. Dus dat zul je dus altijd als onderscheid houden. Ontzettende verandering heeft hier in het dorp plaats gehad. Er zijn veel te veel veranderingen geweest hier in het dorp. Als ik alleen al denk aan het mooie postkantoor wat we hier hadden naast de coöperatie, waar nu dus de Piepenbrink is gekomen. Hotel Centraal, waar we nu de HEMA hebben. Ja, voor hoe lang nog? En zo zijn er meerdere gebouwen die dus er niet meer zijn en die we graag hadden gehouden. Ik denk ook bijvoorbeeld aan Hartog de Jong die daar in de Spoorstraat zat met zijn twee nissen die boven de straat hingen. Als je het nog wilt zien hoe het was, moet je zaterdag of zondag. Het hoogste punt op de bouw van een nieuw bezoekerscentrum bij de Schaapskooi is bereikt. Na Twents gebruik moet er dan een feestje worden gegeven. Er werden worsten gebraden en glazen geschonken. Toon Tankink vertelde hoe het kwam dat de Schaapskooi schot al jaren in opslag lag nadat ze ongeveer van de schoffel gered was. Als er een vuur had door de bouw, dan het hoogste punt wordt bereikt, dan zorgt de aannemer ervoor dat er een vlag in top hangt. En die vlag die blijft hangen totdat de opdrachtgever een feestje heeft gekregen. En zolang dat niet gebeurd is, dan blijft hij gewoon hangen. Zodat iedereen kan zien, ja, doe maar even, dat is een feestje. Je wilt geen feestje geven. Om dat te voorkomen dat die vlag hier nog tot Sint-Juttemis hangt, zou ik voorstellen dat Peter weer de vlag eruit had. Oh, die heeft hier nog geen 24 uur gehangen. Wat zeg ik? Nog een half uur, denk ik. Nou, twee dingen te vieren, maar één blijft er nog in verschiet. Ongeveer in 1820, dus dat is 200 jaar geleden, is dit schoopschot wat hier weer opgebouwd wordt, is gebouwd aan de Haaksbergweg. En dat heeft daar 190 jaar heel rustig gestaan, zonder gedoe, totdat de jongste telg van de geslachtsgolven klaar was met het schoopschot. Het was inmiddels al lang geen schoopschot meer. Het was een opslagruimte geworden. En hij wilde er vanaf en hij wilde op van Tankink van die schoopschot
kunnen, voor jullie niet een keer een schaapskooi hebben? Ik zei ja, maar dat is wel een beetje een kleine schaapskooi. Ja, nee, maar. Nou, kortom, we hadden geen rode cent, maar we hadden wel goede connecties met de Rabobank. De Rabobank Stimuleringsfonds heeft ons geholpen om dat eerste schaapskooi te gaan kopen. Maar dan koop je zo'n schaapskooi wat heel erg oud is en waar ook wel een paar hele mooie elementen in zitten. En dan moet je zien dat je dus de mooiste elementen uithaalt, want je kunt echt niet alles hergebruiken, omdat natuurlijk dat schaapskooi niet voor niks 200 jaar oud is geworden. Ik belde mij op een zaterdagmorgen op. Hij dacht, wie het niet weet, dan schroef ik hem eraf. Met andere woorden, de bouwpunt was zo dicht genaderd dat toen aan het schaapskooi één flinke ruk werd en het hele schaapskooi was in de bouwpunt genonderd. Nadat hij 4 jaar daar in het weiland gelegen heeft, hebben we zover gekregen dat hij in de schuur van Staatsbosbeheer opgeslagen mocht worden. Daar heeft hij 1 jaar of 2 gelegen, denk ik. En toen werd de schuur van Staatsbosbeheer afgebroken en toen kwam hij eindelijk op de plek op dit erf bij het Hossen Vennehoes, waar hij dus aan die kant weer opnieuw gaat worden opgericht. Het lijkt mij fantastisch dat ik volgende zomer met mijn vrij jonge kinderen nog hier naartoe kan fietsen en dat ik wat kan laten zien wat bouwen is. Het verschil tussen de kapschuren met zijn gelamineerde spanten en dit gebouw en daarna dat gebouw met zijn fantastische verbinden. Ik heb er nu al kippenvel van. Kerstkoor XS uit Bentelo zorgt op zaterdagavond tijdens het winterwonderweekend in het centrum van Haaksbergen voor een gezellige sfeer en hun mooie kerstliedjes zowel in het Engels, Nederlands als Twents. Iedereen heeft wel eens kerststress. Dit Twentse lied is een mooie manier om van je stress af te komen. Is kunt er alweer aan. Ding dong, ding, ding dong. Den drom dat geet ervan. Ons Jan den zucht de kasboom moet. Ik zeg hem mijne vol met kloet. Ding dong, ding, ding dong. Maar hij zit er weer niet goed. Ding dong, ding, ding dong, ding, ding dong, ding, ding dong. Ding dong, ding, ding dong, ding, ding dong, ding, ding dong. Ding dong, ding, ding dong. Ook als mis kunt zo vroeg dit jong. Ding dong, ding, ding dong. En ik ben nog lang niet kloor. De kast al steekt nog in de schap, snoe met lempjes in de knip. Ding dong, ring, ding dong. En ik kreeg nog op de hup. Ding dong, ring, ding dong, ring, ding dong, ring, ding dong. Ding dong, ring, ding dong, ring, ding dong, ring, ding dong. Ding dong, ring, ding dong. Wie bakkelen vertrok op hol. Ding dong, ring, ding dong. In de riege vunne stol. De kinderkop die schoen van aan. Kilo's ja, ons geld in de pan. Ding dong, ring, ding dong. Ach, was maar vast het nieuwe jaar. Ding dong, ding, ding dong. Dan hakt en drop meer kloor. Was al den kwam weer oete toes. Een lekker oliebol op een poes. Ding dong, ding, ding dong. Kan goed slaap in de roes. Ding dong, ding, ding dong, ding, ding dong, ding, ding dong. Ding dong, ding, ding dong, ding, ding dong. Winterwondergezelligheid in Haaksbergen, met muziek, mooie kramen en lekkernijen. Een feestje voordat de feestdagen echt beginnen. Zaterdagavond was het dorp sfeervol verlicht en kon er in het donker geshopt worden tussen de vele kramen met decoraties. Er klonk muziek van koren door het hele dorp, er was een kerstband, een draaiorgel en er waren waldhoornblazers. Glühwein, warme chocolademelk en andere lekkernijen waren te vinden bij de horecagelegenheden, maar ook diverse goede doelen. Thank you.
De werknemers van Albert Heijn Haaksbergen lieten zondagavond zien dat het helemaal niet zo moeilijk is om een mooi kerstdiner te maken. Ze hebben zelf kerstgerechten uit de alle handen bereid die geproefd konden worden. Wij van RTV Sternet hebben ons, net als andere genodigden, heerlijk laten smaken. Ja, als jullie het kunnen, dan zou ik het ook eigenlijk moeten kunnen. Ja, zeker. Ja. Stapsgewijs, als je het stapsgewijs doet, dan komt het helemaal goed. En kunnen we jullie nu binnenkort bij Heel Holland Bakt verwachten? Nou, dat denk ik nog die kans acht ik zeer klein. We'll take a cup of kindness yet for all anxiety. Lekker gesmikkeld, of niet? Ja. De eerste sneeuw van deze winter werd met de camera vastgelegd door Matthijs Prins. Heel Haaksbergen was wit in de ochtend van zondag 16 december. Thank you.
Zondag 16 december stond er een spinningsmarathon gepland bij Keifit in Haaksbergen. Het goede doel waar we voor spinnen is Stichting ALS Nederland. ALS is een ernstige ziekte die de zenuwcellen aantast, waardoor spieren uiteindelijk niet meer kunnen functioneren. Het is tot op het heden nog onduidelijk wat de oorzaken zijn van deze ziekte. Stichting ALS Nederland stimuleert wetenschappers onderzoek naar ALS om zo de oorzaak te ontdekken en eventuele behandelingen te financieren. Voor meer informatie over de Stichting ALS Nederland, ga naar www.als.nl. Ready? Reach? Ga. Ga. Jouw weg. Jouw snelheid. Maakt niet uit. Ontspan je schouders, borst op. Handen licht op stuur. En adem. Oeh. Doe het. Yes. Super. Wat zijn jullie op deze zondagmorgen allemaal doen hier? Op deze zondagmorgen hebben wij een spinningmarathon voor Stichting ALS. En wij gaan met z'n allen 4 uur lang fietsen om geld in te zamelen voor deze stichting. Hoeveel fietsen zijn hier aanwezig? Op dit moment zijn er 16 mensen aan het fietsen. En over de hele dag praten we over zo'n 70 man. Waarom doen jullie dit? Dat is een van een collega van ons, een vriendin van haar, die gaat het glazen huis in Gamsbergen. En het was haar idee om met z'n allen wat te doen, om voor die vriendin wat geld in te zamelen. Dus daar zetten we ons voor in. Is het de eerste keer dat jullie dit voor een goed doel? Nee, we hebben vorig jaar een spinningmarathon gehouden voor Kanjes voor Kanjes. En eigenlijk doen we elk jaar wel een marathon voor het goede doel. Ja, we hebben allemaal de spieren goed voor elkaar natuurlijk. En als je voor mensen kan fietsen die dat wat minder hebben, dan is dat een kleine moeite. Dan hoef je daar eigenlijk niet te lang over na te denken. Heb je veel sponsoren? Niet zo heel veel. Ik doe best wel veel met goede doelen, met Stichting Kika en met de Unimo in Haaksbergen. Dus probeer een beetje te verdelen. Hoeveel geld heb je opgehaald? 40 euro. Nou, dat is gewoon heel belangrijk. Geld inzamelen voor ALS, als we dat met z'n allen kunnen doen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi op deze manier. Heb je veel sponsors? Ja, best wel. Familie, vriendinnen. Dat is wel heel gaaf, ja. Hoeveel deelnemers? 70 mensen ongeveer. Hoeveel geld denken jullie op te halen? Nou, mensen kunnen geld inleveren tot 23 december. Ze worden gesponsord door verschillende mensen. Dat kan zijn familie, vrienden, buren, collega's. En wij verwachten ongeveer een kleine 2000 euro op te halen. Hoe was de reactie om dit te organiseren? De eerste reactie was dat mensen heel enthousiast zijn. Mensen zetten zich graag voor anderen in. En vinden het leuk om ook een uitdaging aan te gaan om in plaats van een keer een uurtje te fietsen, misschien eens 2 uur te fietsen. Ander vriendje stuurt, binnen bij het staat. Belangrijk is dat je weerstand hebt voor die mooie cirkels. De brandweerkazerne in Haaksbergen mocht weer een mooie kerstboom uitzoeken. Dankzij de deel- en like-actie van RTV Sterrenet. Na het optuigen van de boom gaf Klaas Reuvers van de brandweer nog tips voor veiligheid van de kerstverlichting. We hebben de boom gewonnen via een like- en deelactie van RTV Sterrenet. Voor 2018 volgende jaar, dus daar zijn we erg blij mee. En we hebben hem net direct opgehaald aan de Oude Enschedezeweg hier in Haaksbergen. Zeker, wij zijn zeker een hechtteam, dat moet ook, hè? Want bij de brandweer moet je goed op elkaar ingespeeld zijn. En wij zijn zeker een hechtteam, dus zo'n kerstboom opzetten, dan gaat hier heel goed. De verlichting van de boom is veilig. We hebben in onze eigen boom LED-verlichting. Dat is ook energiezuinig. We hebben hem op een goede manier aangesloten. Het zit op een haspel. De haspel hebben we netjes helemaal afgerold. We hebben geen stekkerdozen gebruikt, want vaak zie je stekkerdoos op stekkerdoos. En dat levert toch wel brandgevaarlijke situaties op. Dus dat moet je voorkomen. We hebben niet echt extra uitdrukken wat echt gerelateerd is aan de kerst. Met oud en nieuw af en toe wel, maar ook dat verschilt heel erg per jaar. Rutger de Vries en Matanja Cornelissen zijn vanaf de zomer bezig geweest met de voorbereidingen van een unieke kerstshow in de Bonifatiuskerk in de Veldmaat. Wij waren bij de repetitie in de kerk waar de kinderen van Midanza hun optredens oefenden
En Rutger en Matanja samen met Margot Detert Oude Wemen een paar prachtige nummers repeteerden. 21 december was de uitvoering. One day the laugh of children in a world. Rutger en Matanja, jullie gaan voor het eerst optreden in Haaksbergen. Op welke manier gaan jullie dat doen? Nou, voor ons beiden is het echt, zoals je zei, de eerste keer dat we in Haaksbergen een kerstconcert gaan doen. En we hebben met elkaar bedacht dat we eigenlijk een kerstconcert willen geven dat echt anders is dan de andere kerstconcerten. En ja, eigenlijk een soort show willen neerzetten voor alle mensen uit Haaksbergen die dat leuk vinden om echt in de kerstsfeer te komen. En jullie zijn ook niet de enigen die gaan optreden? Nee, zeker niet. Naast het theater dat we hier dus in de kerk willen gaan maken, is het zo dat we enkele mensen hebben uitgenodigd. We hebben een extra speciale gast de laatste weken nog bijgekregen. Dat is Marianne Beerten. Zij is onderdeel zangeres bij de Music Scotland Show. Dat de week erop in het Gelredome zal worden gespeeld. Dus dat is heel erg gaaf. Maar daarnaast hebben we ook Midanza en we hebben een echte Schotse piper. Daarnaast hebben we natuurlijk ook, niet te vergeten, twee koren buiten Haaksbergen aangetrokken. Rutger kan daar iets meer over vertellen. Ja, dat is het koor Mix uit Hengevelde. En Second Edition, een klein kunstkoor uit Lichtenvoorde. Dus dat zijn ook maar 13 mensen die echt close harmony zingen. Dus echt ook dan weer een heel ander verschil dan het grote koor uit Hengevelde. En hebben we geprobeerd om met die elementen eigenlijk voor iedereen... voor ieder wat wils te brengen die avond. Ja, en daarnaast hebben we ook hele mooie muzikanten, goede muzikanten. Sander Fox die zal piano spelen. En Margot deed het Oude Wemen, bekend in Haaksbergen, veel in de kerk gespeeld. Ze zal het concert gaan begeleiden met fluit. Dus dat wordt eigenlijk alles bij elkaar een heel warm en gezellig kerstconcert. Dat is wel wat we willen. De avond die is volgende week vrijdag, 21 december. De zaal gaat open om 19:30. En de show zal beginnen om 19:15. Maar vergeet niet dat om 19:45 begint er al een heel mooi voorprogramma. Dus wees op tijd, heb je een leuke plek. Iedereen kan lekker zitten. Maar dan is het eigenlijk de aanvang. Kaarten zijn nog verkrijgbaar. Onder andere via Facebook kun je zien wat de verkooppunten zijn. Maar DA Veldmaat, dat is eigenlijk ons tastbare verkooppunt. En daar kan u terecht voor kaarten. I believe in the people of all nations to join together for love. Dit was het dan weer voor deze aflevering. Wil je ook graag de nieuwe foto's en video's van RTV Sterrenet zien? Volg ons dan op facebook.com/RTV Sterrenet en via de website www.rtvsterrenet.nl. Wil je graag een keer meekijken met de opnames van Haaksbergen in beeld? Of wil je je misschien zelf een keer komen presenteren? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende keer.